Ja, nou, ik sta dus nu bij Rozenhuis. Nou ja, huis, portiek deur. Ook prima. Ik ga dus nu met de lift zo meteen naar boven. Ga ik even Junty ophalen. Nou, Rody wil eventjes in mijn hondjes lopen. Nou, dat kan. Goedemorgen allemaal. Ja. Ik ben net wakker, zoals je al een beetje kan zien. Het is nu net 9:30. Kijk maar op de klok hier achter mij. Het stukje deed daar 9:30. Ja. En ik ga eerst even een beetje wakker worden. Ja, ik kan nog niet eten. Dan kan ik pas na 12:00. Dus ja, en dan ga ik eerst eventjes mijn telefoon even legen met de filmpjes van gisteren. En dan ga ik daar een rondje doen. En dan zometeen om 11:30 weer op school wezen. Het is vrijdag 6 september. Dus ik hoop dat ik best leer. Ja, nou, ik ben dus nog even voor school op bezig. En ja, en ik zie dat ik het een en het ander kan. In mapjes kan gaan doen. Ik moet even kijken of Ro ook al een nieuwe naam erbij heeft gedaan. Die werkt ook niet meer. Ik doe haar wel. Zo. Tralali. Even kijken. Die werkt ook niet meer. Nou, ik doe wel alles kopiëren. Nou ja, knippen. Dan maar wat langer bezig, maar dat werkt wel voor mij. Knippen. Plakken. Dit. Knippen. Ah, werkt niet dat ik wil. Nee. Nou, doe ik het zo. Knippen. Plakken. Knippen. Plakken. Nou, dat doe ik eventjes en dan ga ik met de hondjes. En zoals je dus wel licht ziet, ben ik dus aan het lopen met de hondjes. Gezellig en wel. Heel gezellig om met ze te lopen. Ja, gaan jullie mee? Keurig. Nee, recht hoor. Nog een stukje oversteken. Zo. Of gaan we nog een stukje rechter? Kom maar naar, waar gaan jullie mee? Nou, ik heb dus nu net hier in het park even twee gyms veroverd. Pokémon spelen. Ja, terwijl de hondjes even lekker aan het snuffelen en lekker gras aan het eten waren. Blaadjes. Nee, niet die kant. Schat, deze kant. Niet aan de speelkant. Nee, schat. Kom, die kant op. Ja, aan die kant. Ja, die kant mag je lopen. Precies. Dus ja, dat heb ik even gedaan, sowieso. En even nu, hartstikke idee. Mooi. Nee, want ze mogen gewoon aan deze kant lopen. Maar niet aan die kant, want daar staan speeltoestellen. Dus dat wil ik niet hebben, logischerwijs. Langs. Van de week hebben ze deze hele stoep verhoogd. En was dit tussenstukje met zand nog heel erg laag. En lag dit allemaal erin. En daar zijn ze nou mee bezig om het allemaal op te ruimen. Dus het wordt er alweer een stuk beter op de wijk. Ja. De wijk die wordt er alweer een stuk mooier erop, zo op die manier. Ja. Kijk, is helemaal weg. Al die troep, leren zooi. Kijk. Ziet er netjes uit, mannen. Beter. Kap. Nee. Dames, gaan jullie mee? Kom. Oh. Gaan jullie mee? Kom.
Dames. Kop. Ja, nou, deze bedrijf doet dat. En nee, ik word er niet voor gesponsord. Totaal niet. Gaan jullie mee, dames? Kom. Dames, volg jij je lijn eens even, dame. Kom. Volg lijn. En rechtdoor graag, als het mag, enigszins. Even wachten. Op de jeugd. Ik ben geen jeugd meer, scheelt weer. Hé? Kom maar. Ja, kom maar. Ja, goed zo, kom. Ja, kom maar. Goed zo, keurig. Ja, nou, ik sta dus nu bij Rozenhuis. Nou ja, huis, portiek deur. Ook prima. Ik ga dus nu met de lift zo meteen naar boven. Ga ik even Junty ophalen. Lift ophalen. Van boven. Ja. Dan ga ik Junty nemen. Ik ben op de fiets. Ik ben al niet lopen. Ik heb nu ook geen loopje bij me. Ik ben ook even verrot. Eigenlijk. Ze moeten even wat eten. Ik heb trek thuis. Ik ga het niet bij je houden eigenlijk. Nee. Zo. Dan ga ik weer naar de vijfde. Ja. Dan moet de deur alweer dicht. Kijk. Dicht. Dan gaat deze ding nog lucht. Kijk. Deurtje dicht. Ja, en dan gaan we eventjes Beauty meenemen. Zo. Ja. 1, 2. En dan zo gaan we even verder. Nou, dan kun je ook achter me zien. Ook handig. Ja, toch? En dan 4. En dan nog nu de laatste. En dan ga ik even ook jullie beauty. Ja, we zijn er. Een 5D-kruisje. Mooi uitzicht, toch? Oh, je bent in de slaapkamer geweest. Wellicht. Je bent wel in de slaapkamer geweest. Je bent wel in de slaapkamer geweest. Anders was die deur nou niet open niet. Hey. Hey. Kom dan. Hey, meisje. Hey. Ga je zo mee? Naar je zus? Hey. Ga je zo mee? Nee, zus? Ja, ja, ja. Oh, je bent blij, hè? Ja, je bent blij, hè? Wil je lekker naar je zus dan? Wil je lekker naar je zus dan? Ja, ik ben weer op school geweest, ja. Ja, ik ga jouw tuig omdoen. Ja, je tuig om, hè? Ja, je tuig om. Ja, je tuig om, schat. Moet ik wel even je tuig om doen, hè? Ja, moet ik wel even je tuig om doen dan, hè? Ja, dat is mijn telefoon, schat. Ja, ik ben aan het vloggen. Kom hier. Kom hier. Beauty, kom. Kom. Nee, Beauty, kom eens hier. Kom. Is niet eng. Kom. Nou, even wat meer die kant op gaat. Dan kunnen de mensen zien wat we doen, hè? Hoop ik toch. Nou, maar dat is echt goed zo. Zie je dat dat niet eng is? Hey. Zie je dat dat niet eng is dan? Hey. Ja. Nou, lekker naar je zus, hè? Maar weer met die lift. Oh, ja, doe maar. Ho. Jij wilt er snel. Of wil je met de trap naar beneden? Mag ook, hoor. Wat jij wil. Als jij met de trap naar beneden wil, heb ik nou niet echt veel zin in. Ik doe hem even op slot, schat. Ja. Even de deur op slot. Ja. Zo. Hun huis zijn die verkocht. Die lijkt verkocht te zijn, maar
weet niet, maar als die huis verkocht is, dan kan ik er niet in. Nee. In een huis komen. Toen. Ben je dood? Nee, toch? Nee, hè? Niet doen, nee. Hé. Rustig. Hey, kom maar. Kom. Goed zo. Hé. Mama weer thuis. Lof. Ben je weer thuis hoor. Hey. Mag ik erbij? Ah. Hij maakt een heel raar geluidje. En die vind ik niet fijn, zal ik maar zeggen. Nee. Oké, maakt niet uit. Komt ook wel weer goed. Hé, Leed. Hé, Rie. Kom dan. Ik ga hem even stoppen. Nou, dan komt hij er zo meteen aanrijden. Ja. Gaat hij daar parkeren, denk ik. Je kan achter die Fiat parkeren en bij het heuveltje. Ja, goed zo. Zo, meneer leerling en van de school, hoe gaat het? Ja, goed eigenlijk. Vertel het eens. Vertellen. Zoveel informatie in een paar dagen. Dat is een beetje overdonderend inderdaad. Ja. Hoeveel rapporten er zijn, hoeveel formulieren je kan invullen. Een rapport is een specifiek rapport, dat moet je zelf helemaal uit een blanco opstellen. Dat is ook wel leuk. Ja. Dus we hadden een ezelsbruggetje de avondbar. Dat zijn de brede letters van elk stukje wat je moet invullen. Ja. En dan leuk verhaaltje bij in verleden tijd gedicteerd, want alles is in het verleden als je het opschrijft. Ja. En dan moet je een beetje bij de feiten houden van wat is er gebeurd, wat zijn de consequenties daarvan, wat zijn die acties ondernomen, waarom doe je dat en ga zo gebeurt, maar even et cetera, et cetera, et cetera. Dus al met al een heleboel geleerd vandaag. Ook 3 filmpjes gezien. Dan moet je even alles opschrijven wat je eigenlijk ziet. Daarna worden vragen gesteld van wat is het kenteken, wat voor kleuren hadden ze schoenen, wat voor kleur horloge had iemand aan. Pittig. Ja, dus dat was veel opschrijven, veel doen. Mm-hmm. Ik had 3 fouten in de eerste, geen fouten in de tweede en 2 fouten in de derde. Dus je mag maximaal 3 fouten hebben per dingetje of 9 in totaal voor de 3 filmpjes. En je had er 8.
Dus ik had er 5, dus dat scheelt. Oké. Nou, Rodi wou eventjes in mijn hondjes lopen. Nou, dat kan. Een lekker ding is het ook, hè? Ja, wat is het ook lief. Het is gewoon een schatje. Oké, dan zit je zelf even op de bank, tv te kijken naar Echte Lounge. En ter ontdekking kom je dit tegen. Dit is toch lief? Ja. Dan krijgen we nog te horen, het kan niet met katten. Nee, het valt katten aan. Over haar hebben we het dan. Deze dame. Dat we haar dus ophaalden. Krijgen we te horen, het valt katten aan. Nou, je ziet het. Meneer, die ligt erbij. Het slaapt zo lekker. En nee, ze is totaal niet druk. Toch? Nee, volgens mij niet. Nee. En dan ligt zus lief. Daar. Ja. Lief, hè? Ja, ik zie eens een keer een glimlach op je gezicht. Nee. Glimlach staat jou beter. Dat is mooi. Ja, mooi is dat, hè? Een beetje uitknippen. Nog plakken. Ja, en voor Fatima, ja. Ja. Dat is toch leuk? En voor Fatima, eventjes een glimlach even uit. Net knip, best goed. Doe maar. Oké, is goed. Doe maar. Eentje opzoeken op internet. Zo, en je wordt iedere keer wazig, is handig. Huh? Nat. Nee. Heb je te veel gedronken? Nee. Nou, ik heb even snel mijn bed even opgemaakt, want dat mocht ook wel even gebeuren. Kijk hoe mooi strak, alleen hier dan even niet. Maar maakt niet heel veel uit. Ik heb liever dat het daar helemaal strak is. Dan kan ik er zo lekker zo meteen mooi in. Dat moet ik morgen even opruimen. Dit moet ik even morgen opruimen. Ja. Nee, dit weten jullie. Hé, onderhand. Ja. Dat moet ik even morgen even opruimen. Nou, dat moet in de was. En dat ga ik zo gelijk even doen in de was, in de wasmand. En daar liggen de hondjes. 1. En daar ligt mijn vrouw. 2. Hé? Ja. Wie lief? Ja. Nou ja, het is alweer het einde van de dag. Het is alweer bijna 1 uur in de nacht. Kijk. Ok. Ja, dat moet ik dus ook nog even morgen even opruimen. Ja, en ik wens... Nou ja, ik wens jou een goedemorgen. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze saaie, leuke, gekke, stomme vlog. Maar je hebt wel gekeken, dus doe vooral een blauw duimpje omhoog. En ik weet, buren, dat jullie kijken. Dus abonneer, waarom ook niet? Of je mij nou leuk vindt of niet. Want je kijkt toch mijn vlog? Ik zou zeggen, dankjewel. Doe een blauw duimpje omhoog. Reageer even hieronder. En abonneer even. En doe het belletje aan, want blijf je op de hoogte. Elke dag om 4 uur. Een leuke vlog online. Doei, tot morgen.